Koppenskoor Hilversum bestaat dit jaar 130 jaar. Het koor is al jaren actief in het Hilversumse culturele leven. Naast het uitvoeren van grote stukken zoals de Messiah en de Johannespassion, is het koor ook steeds vernieuwend bezig met bijzondere uitvoeringen. Ieder jaar brengt het Toonkunstkoor in de Hof een verrassend programma. Deze zomer was dat een programma van Gershwin-liederen. Een groot succes was de rapversie van Bach met medewerking van jonge muzici. Je vraagt je af wat we hier nou komen doen, een beetje rappen over Bach. Waar is ons fatsoen? Maar met Bach kun je van alles verjazzen, verpoppen. Dus ik kan niet verkloppen dat ik daarop wil hiphoppen. Dus ik zeg yo en jullie zeggen ha. Yo, ha, yo, ha. Een toonkunsttraditie is het concert op 4 mei na de dodenherdenking. Iedere maandagavond komen de leden van het koor bij elkaar voor de repetitie om samen enthousiast te oefenen voor het volgende concert. Bert, wanneer ben jij begonnen met zingen? In 98. Dat is weer 14 jaar geleden. Had je daarvoor ook al gezongen? Nou ja, als kind. Toen vond ik er niks aan. Moest in een koortje bij mijn pianolerares. Maar ik ben helemaal bij toeval erin gevallen. En toen waren er briefjes, brandbriefjes, dat ze nog tenoren en bas zochten. En daar stond op, iedereen kan zingen. En toen dacht ik, dan kan ik het ook. Ik ga eens kijken, twee keer. Nou, en toen ben ik gebleven, geslaagd voor de test. En binnen een maand zat ik ook nog in het bestuur. Ze had er meteen weer een nieuwe baan bij. Ja, maar dat is niet erg, want dat was ook wel leuk werk. Nu ga ik zingen. Oké. De grote vakantie is voorbij. Er moet hard gewerkt worden aan het stuk De Koorzanger. Het affiche is klaar en er komen extra koordagen. Iedere repetitieavond begint met inzingen. Oké, we gaan staan op de hoogte. Onze jongste koorzangeres uit het Gooi is Sandra de Graaf. Samen met haar moeder Ria zingt ze bij het Hilversumse Toonkunstkoor. Ik denk dat ik nu een jaar of 4 bij Toonkunst zing. En ik 2 jaar. 2 jaar ongeveer. Dat is wel bijzonder, want jullie zijn moeder en dochter. Ja, wij zijn moeder en dochter. En we zingen al een hele tijd samen. Wat beleef je daar nou aan het zingen? Dat is bijna niet te beschrijven. Zingen is heel veel ontspanning. En dat is heel veel plezier. En ik moet eerlijk zeggen dat Toonkunstkoor Hilversum is voor mij niet alleen het heerlijk zingen, maar ook gewoon wel echt een heel warm koor met heel veel mooie mensen. Nou komt er het stuk De Koorzanger. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het zelf een heel mooi stuk. Ik vind sowieso alles wat Nico componeert is gewoon is prachtig. De tekst...
Ja, die is natuurlijk wat verheven, maar ik vind ergens ook de oude klassieke muziek heeft ook verheven teksten. Dus ik vind dat eigenlijk wel erbij passen. Ik vind het mooi. Het Toonkunstkoor Hilversum bestaat 130 jaar. Ter ere daarvan wordt een bijzondere compositie uitgevoerd van dirigent Nico Hovius. Het heet De Koorzanger. De tekstschrijvers zijn we zelf. Op een winteravond kwamen we bij elkaar om te vertellen over wat zingen voor ons betekent. Dit onder leiding van Gert-Jan Slump. Het is natuurlijk heel anders als je schrijft uit het niets vandaan. Dit soort processen laat ik me heel erg voeden door wat mensen aan het papier toevertrouwen. Natuurlijk ook weer verleid in een omgeving zoals we die hadden aan die stamtafel. En het eigenlijk wel leuk vonden om op die manier met elkaar te delen. Anders dan muziek te maken, nu in tekst uiting te geven aan wat je meemaakt op zo'n toonkunstspoor. En daar kwamen hele mooie dingen uit. Daar werd ik echt diep door geraakt. En dat heb ik nodig om in beweging te komen, te ontvangen en geraakt te worden. En dat vervolgens om te zetten in het knippen en plakken, het maken van een tekstcompositie, het kijken hoe verhouden die teksten onderdelen zich tot elkaar. En ik heb geprobeerd om die beelden te ordenen per stamtafel. Ik heb daar ook 5 delen van gemaakt in het stuk. Ik heb ze ook echt kunnen ordenen naar thema. Ja. Ik zou het zelf liefst een episch gedicht noemen. Dus een epos van een aantal zangers en zangeressen die in de traditie van 130 jaar toonkunst op dit moment vormgeven aan zangkunst en aan koorzang. Het zal een tijd of wat geleden zijn dat mensen samen kwamen om te zingen. Dat ging goed, hè? Hoe vaak komen jullie bij elkaar om te oefenen? Zo gemiddeld denk ik eens in de 2 weken. Ja. Is het een leuk stuk om te doen? Ja, ik vind het. Nou, het is even wennen af en toe vreemde intervalsprongen. Maar het is ook af en toe best wel moeilijk. Maar ik vind het wel erg mooi. En jij? Ja, ik vind het ook prachtig. De muziek vind ik geweldig in ieder geval. En zong je als kind ook al? Nee. Ik had me ooit opgegeven bij het jongenskoor, maar daar werd ik afgewezen. Want ik zou niet kunnen zingen. Maar door Christine heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, omdat ik best wel een aardige stem heb. Ik kan geen noten lezen, dus ik moet het echt helemaal van het oefenen hebben. Ik heb er in ieder geval plezier in. En dat is precies waarover gezongen wordt in De Koorzanger. Zelfvertrouwen, inspiratie, doorzetten en plezier. Maar hoe maak je als componist muziek op zo'n tekst? Het eerste wat binnenkomt is een soort metrum. Inmetrum. Kan ik heel erg horen? Dat kan ik eigenlijk wel voorstellen. Laat ik lezen. Aan tafel zitten wij 6 zangers in getal. Kijk, dat zit in je hoofd. En dan hoor ik, hij is een opmaat. Aan tafel zitten wij 6 zangers in getal. Gaan samen voor iets groots. Zie je dan, dan. Zingen is durven. Hey, denk ik. Dat is leuk, die tekst. Want opeens begint hij niet meer. Is mijn huppeltje weg. Dus als ik denk aan die thematiek, dan hoor ik in mijn hoofd. Dus daar komt iets anders. Dus dan moet in de muziek ook wat anders gebeuren. Wil je aansluiting houden met die tekst? Dan krijg je een paar van die krabbels. Die je bijna niet kan ontcijferen, maar dat is wel leuk. Dat is hartstikke gezellig ook weer. Dat heb jij de melodie komt. De melodie valt vanzelf dan eigenlijk in. En dan heb je een keer van, aan tafel zitten wij. Tadam, pam, 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 heb iets en dan valt het in elkaar. En dan krijgen we opeens zingen is durven. Dan gaan we een totaal andere wereld in. Een totaal andere structuur van tekst. En dat pas ik dan ook toe op hetgeen wat ik... Zoiets gedaan. Love shall last but the country.
fijn om... ik ben een keer een poosje in het ziekenhuis geweest. En als je dan ziet wat een belangstelling je krijgt. En dat is apart. Dat heb je eigenlijk nergens zo. Dus dat spreekt ons buitengewoon aan. Dus jullie blijven? Ja. Voorlopig, zolang onze stem het goed doet... en de auto het blijft doen heen en weer... dan blijven we. Nico is zo muzikaal. En dat spreekt mij heel erg aan. En dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Ook omdat hij zelf speelt natuurlijk... We waren altijd op koren waar je een pianist had of een pianiste. Maar nooit dat de dirigent het zelf deed. Maar ja, ik vind het straalt gewoon allemaal muzikaliteit uit. En ik hou heel erg van zijn muziek. Ik vind hele mooie akkoorden. Ja, de manier waarop hij speelt. Hè? Dus ja. Waarom hij ook een beetje jazzy speelt. Maar als in zijn composities is hij juist ook bijna ontroerend kan hij zijn. En dat vind ik het aardige daarvan, hè? Dus hij weet je toch te raken door de muziek die hij brengt. En nou zijn we bezig met de koorzanger. Ja. Heb je ook meegeschreven? Ja, ik heb zeker meegeschreven. En ik vind wel eens een woordje terug wat ik gezegd heb, ja. Wat vind je van het stuk? Vind je het leuk om te doen? Ja, het is mooie muziek. Ik vind alleen de woordjes wat eenvoudig. Maar ja, dat is ook niet zo erg. En zo klinkt het Nederlands ook heel vaak. Als je een vreemde taal zingt, is het veel interessanter dan in je eigen taal. En toch is het goed dat we dat doen. Ja. Als wij zoveel jaar bestaan. Terwijl het koor verder gaat met de repetitie, bent u misschien wel benieuwd geworden hoe dit gaat klinken bij ons concert in de Grote Kerk op 3 november. U bent van harte welkom. Ook is er ter gelegenheid van dit jubileum een boek verschenen over 130 jaar geschiedenis van het Toonkunstkoor Hilversum, geschreven door Jan E. Lamme. Meer informatie over boek en concert is te vinden op toonkunsthilversum.nl.